Kort geleden is in Wageningen als onderdeel van het Instituut voor Tuinbouwtechniek met enige officiële plechtigheid een centrum geopend voor tuinbouwtechniek. In dit nieuwe centrum is onder andere een permanente tentoonstelling ingericht die ten doel heeft aan de tuinbouwers goede en betrouwbare voorlichting te geven over zaken die voor hun bedrijf van belang zijn. De tuinbouwer kan er kennis maken met bijvoorbeeld een bemalingsinstallatie voor kleine bedrijven en kan er zich op de hoogte stellen van de nieuwste verrolbare broeikassen. Het Instituut voor Tuinbouwtechniek beschikt zelf over tal van werkplaatsen, proefterreinen en broeikassen. De kassen worden gebruikt om verschillende verwarmingssystemen te vergelijken. Eén heeft de normale verwarming met dikke warmwaterpijpen. Een ander is uitgerust met het dunne pijpsysteem. En tenslotte is er een kast die met behulp van hete lucht verwarmd wordt. In een 20 meter hoge spuittoren, die enig in de wereld is, kan men onafhankelijk van de weersomstandigheden praktijkonderzoek verrichten op het gebied van nevelen, sproeien en spuiten. Het instituut in Wageningen verricht bijzonder belangrijk werk voor de technische ontwikkeling van de Nederlandse tuinbouw.